Bonjour. Weer Frans. Ja. Weer iets Frans. Van de week hadden we al zondag hadden we al die croissant. Het is vandaag Nationale Crêpe Day. Of Internationale Crêpe Day. En crêpes, dat zijn Franse hele dunne pannenkoekjes. Ja, hoe teken je nou een pannenkoek? Zullen we dat eens gaan proberen? Een pannenkoek. Wat? Nog beter, we maken een stapel pannenkoeken. Doe je mee? Kom. Zo. Een hele stapel van die pannenkoeken maken. Bij ons thuis aten we altijd op zaterdag pannenkoeken. Elke zaterdag. En elke zaterdag hadden we dan zo'n grote stapel pannenkoeken. Meestal was dat iets van mijn vader. Mijn vader bakte altijd pannenkoeken. Voor de rest deed hij niet koken. Alleen op zaterdag bakte hij die pannenkoeken. En dan 2 pakken pannenkoekenmix. En dan hadden we echt zo'n... we waren met 4 kinderen thuis. Dus we waren met z'n 6 in totaal. Dus echt 2 pakken pannenkoekenmix had je ook wel nodig. En het ging ook altijd wel op, die pannenkoeken. Het is niet dat we met pannenkoeken bleven zitten. Dus als ik nu pannenkoeken bak, dan doe ik standaard ook veel pannenkoeken bakken. En wat er dan overblijft, en dat zijn meestal maar 4 pannenkoeken of zo, die kunnen we dan een andere ochtend koud bij het ontbijt. Ook altijd lekker. Meestal pannenkoeken met stroop. Laten we nog even een fles stroop bij tekenen. Zo. Zorg dat mijn blaadje blijft liggen. Maar thuis smeren we ook wel andere dingen op pannenkoeken, zoals pindakaas. Ja. Sommige mensen moeten daar niet aan denken. Maar, En dan maken we ook nog kaaspannenkoeken natuurlijk, spekpannenkoeken. Deze stapel is naturel, dat zie je. Nou, stroop erbij. Een beetje reflectie op die fles, zo. Nou, die zit natuurlijk niet waar het etiketje zit, die reflectie. Zo, schaduwtje van de dop. Schaduw onder het bord. Zo. Nou, voilà. Een heerlijke stapel pannenkoeken. En hier ook nog zo. Wat zware. Nou, ik krijg al honger als ik het zie zo. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.